Oké, dat was al goed begonnen. Voilà, vandaag hebben we hier Sophie Klaarhout. Sophie is bij ons postdoc. Ze is al een hele tijd bij ons in het laboratorium, maar recent, sinds januari, postdoc. En ik ga vragen aan Sophie dat jij jezelf, aan jou, dat jij jezelf even kort voorstelt aan onze studenten. Ja, oké. Ik ben Sophie Klaarhout en ik ben postdoctoraal onderzoeker aan het Labo voor Forensische Genetica hier in Leuven. Ik heb altijd al een passie gehad voor forensische en daarbovenop ook voor genetica. Ik doe heel graag onderzoek en dat is ook de reden waarom dat ik kan blijven gaan als doctoraatstudent en dan postdoctoraal onderzoeker. En ik hou ook van samenwerken met studenten. Maar jij bent niet begonnen als biomedicus binnen het minor forensisch, nee. Hè? Nee, dus eigenlijk wanneer ik moest kiezen voor een studie en op het einde van het middelbaar, was dat in 2011 en toen bestond de minor forensische nog niet. Maar ik heb altijd wel al iets gehad met forensische wetenschappen, dus ik wou daar wel die richting in, maar toen bestond er enkel nog maar een postgraduaat. Dus ben ik toch in de richting gaan van moleculaire biologie, omdat genetica mijn passie was op dat moment ook. Naarmate dat dan de studies vorderden, was dan in 2014, als ik me niet vergis, dan wel de minor opgestart voor forensische genetica. Ja, klopt, ja. En dat was net eigenlijk in de overgangsfase wanneer ik van mijn bachelor naar mijn master moest. En ik heb toen naar de coördinator geweest van biomedische wetenschappen om te vragen of ik eventueel een schakeljaar zou kunnen doen van biologie naar biomedische, omdat ik echt wel per se die minor wou volgen. En toen zei die mevrouw ook dat het mij wel een half jaar tijd ging kosten voordat te schakelen. En dat het feit dat je natuurlijk in een forensisch labo werkt, dat je eigenlijk forensisch studeert, dat je daarom niet zekerheid hebt om te werken binnen het forensische, dat werd mij toen op dat moment ook gezegd. Mm-hmm. En dat het dus een grote kans is dat je in een genetisch labo terechtkomt. Dus heb ik dan toch gekozen om niet over te schakelen naar biomedische, om dan toch die minor te kunnen volgen. Maar heb ik gebleven bij moleculaire biologie. En ik heb dan wel via mijn keuzevakken proberen te moffelen in de richting. Dus dat was wel heel leuk natuurlijk, dat ik op die manier toch kennis kon maken met de richting. En dan heb ik in mijn eerste masterjaar de stoute schoenen aangetrokken om toch het hoofd van het labo hier, professor De Korte, te contacteren. Of het voor mij toch niet mogelijk was om het jaar erop dan een thesis te doen binnen de dienst. En toen was dat voor hem ook nog wel moeilijk om te bepalen, juist omdat dan ook net de studenten van de minor forensische ook hun thesis gingen doen, dus dat was gelijktijdig. Maar via dus Maarten Larmizo, die toen ook postdoc was hier in het labo, en bioloog van opleiding, kon ik toch bij hem beginnen als thesisstudent. Dus ben ik ook heel warm onthaald geweest en dat was ook super tof natuurlijk, om dan in 2015 was dat de eerste keer kennis te maken met het labo. Ja, oké. En sindsdien ben je hier gebleven. En sindsdien ben ik gebleven, ja. Kan je iets meer vertellen? Je doet nu een doctoraat. Je doctoraat is gedaan sinds september. Ja. Kan je eens even wat meer vertellen wat het onderwerp was van je doctoraat? En de relevantie specifiek naar de echte toepassingen? Dus mijn doctoraat ging voornamelijk over eikromosomaal DNA. Omdat dat een heel krachtig hulpmiddel is, een tool om te gebruiken in de forensische wereld. Meer bepaald voor DNA-verwantschapsonderzoek. Of in het Engels familial searching. En daar heb ik mij dan ook toegespitst in mijn doctoraat. Dus om het eikromosoom meer inzichten te gaan verwerven, om dus DNA-verwantschapsonderzoek efficiënter te maken. Het is natuurlijk toepasbaar. In België is het nog niet, omdat de wet een beetje achterkomt. Maar in onze buurlanden, bijvoorbeeld Nederland, is dat wel al van 2012 mogelijk. En daar hebben ze ook al succesvolle zaken gehad. Dus in dat opzicht ben ik natuurlijk wel een... Het is precies raar dat ik onderzoek deed voor de buitenland, omdat uiteindelijk in België het nog niet mocht. Maar ik heb er wel goede hoop op dat er daar wel verandering in zal komen in de toekomst. En dus met mijn doctoraat
specifiek heb ik gekeken om een nieuwe techniek te ontwikkelen op sequentieniveau. Dus eichromosomaal sequentie-DNA gaan bekijken en ook om bijvoorbeeld een nieuwe tool te ontwikkelen om eigenlijk aan de hand van eichromosoomprofielen te gaan opmeten hoe ver twee mannen van elkaar verwijderd zijn. Dus dat waren eigenlijk verschillende hoofdstukken in mijn doctoraat. En in welk soort van type zaken zou dat bijzonder interessant kunnen zijn, die technologie? Voornamelijk denk ik dan aan cold cases, waarbij dat dus de dader nog steeds onbekend is. En vooral omdat de dader niet binnen de verdachten zat of in de databank voor misdaders, dus de nationale DNA-databank zat. Dus waarbij dat eigenlijk het spoor gewoon stilvalt. En via het eichromosomaal DNA kunnen we dus gaan kijken naar verwantschappen. Dus een eerste stap zou al kunnen zijn bij de verdachten van de zaak eichromosomaal DNA vergelijken. En dan kan je zelf gaan zien, want zit daar eigenlijk een familiale verwantschap in, ja of nee? En dat geeft u alweer een stap dichter naar de dader. Ja. Heb je een voorbeeld van een zaak dat in het buitenland wel succes heeft gekend dankzij eichromosoomonderzoek, dankzij familiesoortje? De pilot case study was eigenlijk de zaak van Marianne Vaatstra in Nederland. Dus die, dat is een meisje van 16 jaar en die is een zaak van 1991, denk ik. En zij werd uiteindelijk vermoord, maar in een dorpje waarbij dat normaal gezien niet zou kunnen. Mm-hmm. Dus heel het dorp stond eigenlijk op zijn kop. En ja, de dader bleef zoek en zelfs met DNA-onderzoek dat toen voorhanden was, want we spreken natuurlijk van een heel eindje terug, was het dus niet mogelijk om de dader te gaan vinden. Maar door nieuwe technieken aan te pas kwamen en door eigenlijk eichromosomaal onderzoek konden ze ook wel gaan zien van verwantschappen dat ook wel interessant kon zijn. Dus ze hadden het DNA van de dader, maar een twist in dat onderzoek is eigenlijk dat er een asielcentrum ook net op dat moment in het dorp opgestart werd. En heel wat mensen hadden eigenlijk de vinger gewezen naar die asielzoekers. Maar door eichromosomaal DNA, omdat dat van vader op zoon wordt doorgegeven, dat zijn heel sterke lijnen, evolutionaire lijnen ook, konden ze eigenlijk gaan uitsluiten dat het iemand was dat het een asielzoeker was. Het moest in principe iemand zijn van hen, van Nederland of België. Ik kon niet zo specifiek gaan, maar het was zeker geen asielzoeker. Want dat was een geografische bepaling van het door middel van het eikromosoom. Ja. En dan in 2012 is er dus een wetswijziging geweest, omdat dan het eikromosoom ook wel meer geweten was over die familiale merkers. En is er een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek opgestart in eigenlijk de regio van die moord. En hebben heel veel deelnemers vrijwillig hun DNA afgegeven. En op die manier was ook wel de dader zelf wat onder druk gezet. Mm-hmm. Waardoor dat hij ook deelgenomen heeft aan die vrijwillige DNA-onderzoeken. En al snel kwam hij er natuurlijk uit. Dus dat was dan 12 jaar, het was een zaak van 1991, denk ik. Dat was dan 13 jaar na datum effectief opgelost geraakt. Dus in dat opzicht, wat heb je eigenlijk nodig? Is een zaak die natuurlijk niet over een volledig land verspreid is, dus echt bijvoorbeeld in een dorp. Mm-hmm. Want we weten ook al dat daders niet echt ver van hun woonplaats migreren voor dan een moord te plegen. En wat je ook natuurlijk nodig hebt, is het DNA van de dader om dat onderzoek te kunnen doen. Ja. Dus in september heb jij je doctoraat succesvol afgelegd. Hè? En dan ben je, heb je een FVO gehaald, hè? Postdoc. Van de KUL een jaar postdoctoraal mandaat gekregen. Ja. Nu ben je voor een FVO mandaat aan het gaan. Hè? Ja. Kan je, je postdoc ligt uiteraard in het verlengde van je doctoraat. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dus mijn passie voor het eikromosoom is nog steeds niet weg. Ik blijf daar toch nog steeds op hangen. Maar het is nu wel driedelig, want ik ga niet enkel focussen op forensisch onderzoek, maar ook op andere disciplines, namelijk evolutionaire biologie en sociologie. Omdat ook daar het eikromosoom heel wat antwoorden kan bieden.
forensisch gezien zal het dus eigenlijk, waar ik mij ga focussen, is dus het Y-chromosoom. De CSY-seq heb ik ontwikkeld in mijn doctoraat. Dat is een tool om het Y-chromosoom tot in het detail te gaan bestuderen op heel veel verschillende plaatsen. Dat is met next generation sequencing, met, was ja, dat, hè? Ja, met de parallel sequencing. Dat is innovatief, want uiteindelijk deze kit is de enige Y-chromosoom-specifieke kit die bestaat. Dus we zijn ook het enige labo die daarmee kan werken. Dus daarom is het ook wel leuk om zo snel mogelijk daar aan de slag mee te gaan. Mm-hmm. En ik zou die willen koppelen aan een genealogische databank om meer informatie te gaan krijgen over de demografie van Vlaanderen. Dus forensisch is het heel interessant, omdat ik op die manier kan gaan inschatten hoe succesvol een DNA-verwantschapsonderzoek kan zijn in België, dus specifiek in België. Omdat dat, ja, we willen weten, is het belangrijk om dan te gaan kijken naar bijvoorbeeld als er een moord is geweest in een dorp of in een stad, is er daar al een verschil? Of ja, de grootte van de crime scene, is dat beperkt gebleven over één plaats of uitgebreid over België? Denk maar aan de bende van Nijvel, ja, heeft dat eigenlijk nut om daar familial searching op toe te passen, ja of nee? Mm-hmm. Dus dat is forensisch leuk. En dan heb je nog evolutionaire biologie. Dus wat ik daar wil onderzoeken aan de hand van het Y-chromosoom is hoe het komt dat sommige families meer zonen krijgen dan dochters. Dus dat valt ook wel op bij de demografen, dat er bepaalde families heel veel meer zonen krijgen, terwijl dat er toch gezegd wordt dat de kans 50-50 is. Dat werd al eerder eens bestudeerd op autosomaal DNA en daar bleek dan dat het volledig random was. Maar wij zitten een beetje met het feit, Y-chromosoom zorgt ook voor, is het geslachtsspecifieke chromosoom en zorgt ook voor die mooie vaderschapslijnen, waardoor dat we dat toch ook een keer kunnen gaan onderzoeken aan de hand van die demografische data. En dan het derde luik is de sociologie. Wat ook heel interessant is, is dat natuurlijk het Y-chromosoom wordt doorgegeven van vader op zoon. En dat is net zo met de familienaam ook in België. Mm-hmm. En daar willen we gaan kijken van, oké, familienamen, hoe werd dat precies opgestart? Waarom zijn er zoveel mannen die bijvoorbeeld de familienaam Maas hebben en zo weinig die mijn familienaam hebben? Dat is zo wat ik wil onderzoeken. Is dat puur, is dat omdat in het verleden heel veel mannen gewoon de familienaam Maas gekozen hebben? Of zit er daar toch weer ergens Y-chromosoom-dominantie in? Meer zonen, ja, als je natuurlijk meer zonen hebt, heb je een grotere kans voor te blijven kunnen doorgeven en zo verder. Ja, dus bijzonder boeiend. Dank u. Heel veel studenten waren ook geïnteresseerd om met jou samen te werken. Hè. Dat hebben we altijd al gezien in de applicaties voor de masterproeven, voor de stages. In welk opzicht hebben de studenten kunnen bijdragen aan jouw onderzoek? Goh, ze hebben heel veel kunnen bijdragen aan mijn onderzoek. Dus ik heb jaarlijks minstens 2 thesisstudenten gehad en gemiddeld 6 stagiairs. Dus dat was voor mij heel tof, omdat ik heel graag samenwerk met mensen en voornamelijk ook graag opleid. Dus ja, de studenten hebben mij kunnen helpen in het labowerk. Dus dat gaat van de gewone analyses, zoals bijvoorbeeld capillaire elektroforese, PCR inzetten en zo verder, maar ook DNA-extractiemethoden. Tot zelf massive parallel sequencing, hè. Dus dat is ook heel boeiend voor de studenten, dat ze daar ook die techniek konden meepikken. Maar ook data-analyse, hè. Dus zeker massive parallel sequencing, je hebt heel veel data, dus er moet daar ook ergens ja, een gemak aan worden gekoppeld, hoe dat je dat het beste kan gaan analyseren. En ook daar hebben mijn studenten heel veel bijgedragen naar de analyses toe. Dus zowel wetbench als drybench. Ja. Ja. Ja, inderdaad. En verwacht je nog studenten te kunnen begeleiden volgend jaar? Ik hoop dat echt. Ik hoop dat. Ik werk sowieso heel graag samen met mensen. Ik ben sociaal iemand, dus ik ben niet echt gemaakt om alleen op mijn bureau te zitten. Maar dit jaar was bijvoorbeeld al wel wat moeilijker, omdat ik nu maar een 1-jarige postdocbeurs heb. Vorig jaar wist ik ook niet dat ik dat kon blijven als postdoc. Dus ja, het is altijd, als onderzoeker moet je een beetje je eigen geld vinden, wat dat niet simpel is. Maar ik hoop wel van volgend jaar zeker een thesisstudent te kunnen begeleiden, omdat ik nu ook wel 2 beurzen indien, dus de kans is ook wel groter dat ik kan blijven. En als ik niet blijf, dan zoek ik mij wel een andere job waarbij ik toch nog een beetje tijd over heb. Ja, oké. Okay. En laat ons even daar dan over gaan. Stel nu dat je
in aller worst case scenario, ja. Geen FVO, geen KUL-mandaat, wat dan? Ja, dan is het onderzoekverhaal, ja, stopt daar dan wel een beetje voor mij. Ik weet dat ik wel nog in de gaten ga houden om de andere forensisch gerelateerde bedrijven. Ja, stel dat er een vacature is, ga ik daar natuurlijk op solliciteren. Want dat is ook, ja, dat komt niet vaak voor, forensische DNA vacatures. Dus die kans moet je sowieso grijpen. Maar op zich, ik ben ook geïnteresseerd in genetica. Dus ik kan zeker nog mee openstellen voor andere. Ja, ik vermoed, je hebt tijdens je doctoraat en nu ook tijdens je postdoc verschillende skills aangeleerd, wordt nog aangeleerd, transferable skills die je over alle soorten domeinen in principe kan gebruiken. Ja, messen parallel sequencing is booming, dus dat wordt echt wel toegepast meer en meer. Dus ik denk, het feit dat ik ook gewoon weet hoe dat ik in een labo moet staan, die analyses kan doen, dat ik zelfstandig ben ook, want als doctoraatstudent moet je ook wel zelfstandig kunnen zijn, je eigen deadlines plannen, maken dat allemaal klaar geraakt tot de deadline dat je eigenlijk zelf vooropgesteld hebt. Dus je leert sowieso heel veel bij. Dus het is niet omdat ik nu mij specifiek heb toegepast op het forensische wereldje, dat ik dan ook enkel daar nog maar naartoe kan. Ja. Dus het blijft ook wel een brede job. Ja. Oké, we hebben het worst case scenario besproken. Best case scenario, FVO vol een bak, 3 jaar. Wie weet nog eens 3 jaar daarna, 2 keer FVO's, maar dan is dat ook gedaan, dat postdoc verhaal in principe. Waar zie je jezelf na die maximum 6 jaar tot dan nog eens 5 jaar erbij? Ja. Wat is jouw droomjob? Waar denk je aan? Wat zou je graag doen? Oh, mijn droomjob. Ja, dat is natuurlijk heel ver al. Dat stond niet op ons papiertje. Het ding is ook, om zo ver te denken, ik denk echt wel een stap is, omdat ook in de onderzoekswereld, je hebt geen vast contract en je moet gewoon van onderzoeksproject naar onderzoeksproject gaan. Het liefst van al zou ik uw job doen, en ik meen dat echt. Dat is echt, want dat is heel barrière. 27 jaar geleden. Ja, ik ben een beetje te vroeg, he, maar ja. Nee, gewoon omdat, zeker met die opleiding, en ik geef graag les, maar ik begeleid ook graag. Onderzoek zelf doe ik ook heel graag. En dan het meedraaien met de forensische dienst. Ja, voor mij is dat is eigenlijk de ideale job. Dus prijs u geluk. Maar over een jaar of 6-7 is Ronnie in pensioen. Hè? Ah ja, kijk. Even terug op naar het wetenschappelijke. De technologie, Massive Parallel Sequencing gebruik je nu. MySeq, HiSeq enzovoort. Ja. Welke evoluties zie je nog gebeuren binnen het forensische? Laat ons binnen uw subdiscipline nog even blijven. Ja, binnen de genetica denk ik echt wel dat we volop naar die sequencing techniek gaan gaan. Dus capillaire electroforese is interessant voor snelle analyse te kunnen doen, die ook niet te veel kosten natuurlijk. Maar ik denk wel dat we meegaan met de technologie en dat we volop voor sequencing gaan gaan. Nu, om die stap te zetten, heb je natuurlijk ook wel je tools nodig. Je materiaal, het is niet goedkoop, maar ook je personeel moet ook wel heel goed weten waarmee dat ze bezig zijn. En ook voor de bioinformatics pipeline achteraf. Dus je hebt echt een enorme hoeveelheid data. Ik heb dat ook gemerkt in mijn doctoraat. Je moet goed kunnen filteren, maar ook goede thresholds hebben. Hè? Dus weten waar dat je naar mag kijken en wat belangrijk is. Mm-hmm. Maar dat is niet alleen binnen een labo, dat is ook voor de volledig forensische wereld, dat daar echt wel regeltjes moeten opgesteld worden. Van een minimum aantal reads bijvoorbeeld, of denk maar aan nomenclatuur, want nu is dat ook soms de ene zeggen, geven een bepaalde naam aan een merker. Ik heb dat ook gemerkt dat een ander labo een heel andere naam heeft gegeven, waardoor dat je eigenlijk naast elkaar zit te spreken. Dat is iets dat ik denk dat we wel in de toekomst meer naar moeten gaan werken om een eenheid te creëren voor die toepassing eigenlijk. Ja, en nog één vraag. Staat ook niet in het script. Okay. De studenten zijn aan het luisteren, hè? Eerstejaars, tweedejaars, voornamelijk voor het tweedejaars. Welk advies zou je hun kunnen geven als ze nu toch echt forensisch specifiek iets willen zoeken of interesse hebben? Welk advies zou je hun nog kunnen meegeven? Ja, ik
Voor mij is het echt wel duidelijk dat je moet gaan voor je passie. En heel veel mensen hebben tegen mij ook gezegd dat het niet mogelijk was om te werken binnen de forensische wereld. En kijk, ik zit er nu toch al 6 jaar in. Natuurlijk, ik weet ook wel dat er ergens dat ik geluk had ook met de posities. Maar je kan je eigen geluk ook een beetje creëren. Het is ook te zien waar dat je grenzen liggen. Kijk naar het buitenland. In Nederland zijn er zeker jobs genoeg. In Amerika, absoluut. Ik denk ook dat uw loon daar helemaal niet slecht is. Dus moest je geen grenzen voor jezelf opleggen, dan denk ik dat je zeker in de forensische wereld kan blijven. Er is ook nog kans om dan terug te keren. Wie weet wat voor zotte technieken er ook gaan bijkomen in België. Ik ben ervan overtuigd dat DNA-verwantschapsonderzoek binnen hier en... Ik hoop toch binnen hier en 3 jaar legaal zal zijn in België. Dus daar komt dan ook weer een hele nieuwe branche van de forensische wereld in. En stel dat je zegt van kijk, ik ben gepassioneerd door forensische, maar ik heb geen zin om mijn land of zo, mijn grenzen te verleggen. Dan kan je natuurlijk ook nog altijd terecht in de genetische labo's. Dat is zeker niets mis mee, want je kunt nog altijd forensische als hobby, passie gaan bijhouden en contact houden met professor Beekaart voor de vooruitzichten en zo. Maar ja, genetica op zich is zo'n interessant iets natuurlijk. Ik ben nu natuurlijk wel gebiased door genetica. Ik kan me inbeelden dat de meesten ook wel niet forensische genetica, maar geneeskunde zouden willen inslaan. Maar ja, creëer uw kansen en geef zeker niet op omdat er iemand zegt dat de kans klein is. Ik denk dat dat heel goed advies is, Sophie. Ik dank je van harte voor het heel open en leuk gesprek. En nog heel veel succes met het winnen van beurzen en met je onderzoek. Dank u wel.